Van 19 tot en met 27 augustus stond Vlagtwedde weer in het teken van de Week der Besten. Er was wederom een gevarieerd programma voor jong en oud, met daarin vertrouwde, maar ook nieuwe evenementen. Traditiegetrouw ging de Week der Besten in Vlagtwedde van start met de Truck Run. Na een gezamenlijke lunch voor de chauffeurs opende wethouder Gini Lut van de gemeente Westerwolde de Week der Besten en de Truck Run. Goedemiddag dames en heren. En ja, de roddel die klopt. Want ik heb meegenomen mijn nieuwe vriend. En mijn nieuwe vriend wil ik aan u voorstellen. De achternaam is Toet. En ik heb hem inmiddels gedoopt. En zijn roepnaam is Mousie. U kunt de broertjes en zusjes van Mousie Toet ook voor een klein bedrag kopen. Bij Radio Westerwolde liggen ze op tafel. En het zou natuurlijk fantastisch zijn als de opbrengst voor Clowns net zo groot wordt als destijds met de Kika-actie. Dus ik zou zeggen, ik ga voor minimaal 10.000 euro. En dan geef ik Mousie even aan Tedo. Goed oppassen, hè? Oké, heel goed. Dames en heren, namens het college van burgemeesteren en wethouders van de gemeente Westerwolde wil ik u van harte welkom heten bij de 29e editie van de Week der Besten in Vlacht Vegas. Want ja, deze keer is het thema Las Vegas. En ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe onze inwoners dit vertalen in de straatversiering. Maar het gaat om de Week der Besten en de strijd om de eeuwige roem van de buurtverenigingen van de straten wordt ieder jaar feller. En dat is goed. Dat is goed, want het zorgt voor verbinding. En dat is nou precies één van de doelen van de Week der Besten. En ik vind het ook fantastisch dat u met zoveel hier naartoe bent gekomen. De Week der Besten is de afgelopen 29 jaar uitgegroeid tot een begrip in de wijde omgeving van Westerwolde. Het publiek, waaronder ik zelf natuurlijk, kijkt daar ieder jaar weer naar uit. Aan iedereen wordt gedacht in deze 29e Week der Besten en dat maakt het ook tot een heel groot succes. Dames en heren, persoonlijk kijk ik heel erg uit naar de editie van de Masked Singer Vlag Vegas. Ik ben al herhaaldelijk aangesproken in de supermarkt of ik meedeed. En ofschoon ik zei nee, ik doe niet mee, zei iedereen ja, maar dat mag je ook niet vertellen. En dat klopt. Dus ik zou zeggen, allemaal kijken zondag. En we hebben natuurlijk ook weer de drive-in bioscoop en de ouderenmiddag. En daarmee kunnen de ouderen liedjes zingen uit de jaren 30 tot en met 70. Dat belooft vast heel gezellig te worden. De jeugd kan zwemmen, disco zwemmen en zwembad de Ballagen. En ook het terrassenfeest komt weer terug. En zo zorgt de Week der Besten voor saamhorigheid in het dorp en de hele regio. Met alle bezoekers die Westerwolde weten te vinden. Maar dames en heren, het hoogtepunt is voor mij toch de truckrun. De vrachtwagens heeft u hier allemaal kunnen zien. Ik heb gezien hoe ze vanochtend Vlagtwedde binnenreden. En om 2:30 gaan ze op pad. Dan wil ik nog één ding met u delen. En dat is dat ik in 2017 de Week der Besten samen met oud-burgemeester Herman Euvering mocht openen, omdat het toen 25 jaar Week der Besten was. Helaas is Herman Euvering onlangs 3 augustus overleden. Daarom wil ik graag mijn toespraak afsluiten met zijn woorden van 2017, waar hij zijn toespraak mee afsloot. En wat mij betreft moeten we die er gewoon inhouden, die uitspraak. Want de burgemeester zei in 2017, Vlagtwedde wil het, Vlagtwedde kan het en Vlagtwedde doet het. En ik wens u een fijne feestweek toe. De organisatie wilde graag mensen met een beperking uitnodigen om als bijrijder in een vrachtwagen een rondrit door de gemeente Westerwolde te maken tijdens deze truckrun. Hiervoor hadden ze instellingen benaderd waarvan cliënten mee zouden kunnen rijden. Op het terrein waren voorzieningen aanwezig om mensen verantwoord in en uit de auto te kunnen tillen en weer uithalen. Ja,
In een recordtempo waren de plekken in de 183 vrachtwagens bezet en werd de stoet opgesteld aan de Onstweddeweg om een rondrit door het noordelijke gedeelte van Westerwolde te maken. Nou, veel plezier!
dreams get lost, feel the temperature rise. Baby, tell me one more beautiful lie. One touch and light it bright. I feel the heat as we collide, like a fever that feels so right. So baby, tell me one more beautiful lie. Bert-Jan de Groot van de organisatie was erg tevreden over het verloop van deze truckrun. Maandagavond 21 augustus stapten 11 vrienden van de vriendengroep FC Buitenspel tijdens de Week der Besten in Vlagtwedde om 8 uur bij restaurant Roeg eten en drinken op de bierfiets. Tekst van Kalmthout, Ruben van Dijk, Julian Smit, Wilco Huls, Jimmy Beentjes, Lars de Bokkel, Lars Niemeijer, Joran Luiten, Mika Luiten, Marcel Kooijker en Guido Oosterveld. Zij deden mee aan de recordpoging 24 uur bierfietsen en steunden hiermee de actie van RTV Westerwolde om geld in te zamelen voor de Klinieklowns. Dinsdagavond om 8 uur werd duidelijk dat zowel de recordpoging als het geld inzamelen gelukt is. De voorlopige stand was zo'n 3500 euro. De jongens die werden beloond met bier. Iets wat ze ondanks dat ze op een bierfiets zaten 24 uur niet mochten drinken. Thank you.
niveau dat ze afgelopen 24 uur wel goed verzorgd zijn. Ik zag een trekje 0-0 bij Thijs wegkomen, gewoon in een ontbijtje bij de Kyobo. Nog wat lekkers van de Sultan. Ik heb je al even gezegd, hoe ging het? Verzorging was er zeker goed. En heb je enig idee waar je staat met de donaties voor de vrienden trouwens? We hebben net het idee, dan moesten we 50 euro en dan zaten we 3000 euro. 3000 euro, ja. 3000 euro hebben we net gezegd. We zitten op 3,5, zegt hij al. 3500 euro, dus voor de vrienden trouwens van de gelijke staat. Dit is hem. De superactie, 24 uur lang, dus dat de koopbogen heen, daarnaast nog 3.500 euro ophalen. Zij verkochten onder andere ook beertjes op de muis toe, geloof ik, voor de jurykant. Jongelui, namens NTV Westerwolde, hartelijk bedankt voor jullie actie en die geweldige opbrengst voor de klinieklans. Dankjewel, namens NTV Westerwolde. Super. Donderdag en vrijdag, dus kunt u daar altijd nog terecht. Ja, kunnen we. In het kader van de Week der Besten werd er voor de jeugd in de leeftijd van 10 tot en met 16 jaar op dinsdagavond 22 augustus disco zwemmen bij zwembad De Barlage georganiseerd. In het zwembad zorgde een DJ ervoor dat de nieuwste hits door de speakers schalden. Het was een zeer geslaagde avond. Mede mogelijk gemaakt door Prenger en Hoekman Fysiotherapie. Een sterk punt van de organisatie van de Week der Besten is toch wel dat er voor iedereen een activiteit werd georganiseerd. Zo was er weer de traditionele seniorenmiddag. Een mooie zaal vol bezoekers in restaurant Roeg Eten en Drinken. De senioren die niet op eigen gelegenheid konden komen, die werden met bussen opgehaald en naar het restaurant gebracht. Daar gingen ze op meezingvisite. Het e-duo die de bezoekers meenam op een gezongen reis naar toen. Met muziek uit de 30e jaren en natuurlijk ook de jaren 60. Gaat goed. Je raakt gewoon weg van je sterk als je het ziet dat wil groeien. Hij vreemd met ene jas en komt alleen voor haar. Niet zo goed. Die lieve Charlotte en mottige Bas. Die dat van Motten wonen al een jaar. Hoe is dat nou in hemelsnaam zo gekomen? Wat is er gebeurd? Het geluid van ons Groningen. Mijn naam is Oscar Wolfenbroek. Ik ben Theo Zwarts. Tot 12 uur is dit. De dag van morgen. Nou, we staan er, Theo. Goedemorgen. Ja, goedemorgen luisteraars. Goedemorgen Greta. Goedemorgen alle mensen hier die hier onder de tent staan. Ik hoop dat er veel luisteraars en kijkers ook eens een keer langskomen in deze tent. En dat ze vooral wat geld meenemen om ons verlossen van onze knuffels. En alles ten bate van de kliniek. Ja, daar gaan we actie voor voeren de komende 2 dagen. Dat klopt. Dat doen we vanuit de tent aan de Dr. P. Rinsema-straat in Vlagtwedde. Dat is net naast de studio, naast de bibliotheek, hoe je het ook wil zeggen. De meeste mensen kunnen het wel vinden, toch?
Ja joh, huh? Bij de rotonde en dan links of rechtsaf richting dorp Vlachtwedde en direct aan de rechterkant. Bij de landelijk bekende studio van RTV Westland. Precies, ja hoor. Het donderde en spetterde tijdens de afsluiting van de marathonuitzending van RTV Westerwolde voor de Klinieklowns actie. En nu de Klinieklowns. De Klinieklowns, wat een ontzettend mooi doel om daarvoor een marathon te organiseren. Gisteren begonnen, 5:00 a.m, de vrijwilligers van Radio Westerwolde. En daarna om 9:00 gisterochtend ben ik je heel kort even aangeschoven om vervolgens al die uren met elkaar radio te maken. Radio maken zoals het ook in 2008 en 2019 met de acties was. Saamhorigheid met z'n allen. Het wijgevoel heb ik heel duidelijk geproefd. Terwijl voorzitter Willem Meffert en penningmeester Jan de Vries zich hadden teruggetrokken om de opbrengst te tellen, donderde de onweer en kletterde de regen op de tent waarin de vrijwilligers van RTV Westerwolde, de bierfietsers en de vrijwilligers van de Week der Beste op één gepakt wachten op de eindscore. Samen met Gini Lutz, wethouder van de gemeente Westerwolde, en Chris Steenbergen, de ambassadeur van Klinieklowns, werd verwachtingsvol uitgekeken naar de opbrengst. We zijn blij u te kunnen presenteren de opbrengst van de afgelopen week. En die is 8500 euro. Gini Lutz prees de vrijwilligers die deze actie mogelijk maakten voor hun inzet. In het bijzonder toch de jonge mannen van de bierfietsmarathon. Zij fietsten 3500 euro bij elkaar. Dank u wel. De ambassadeur van de Klinieklowns was bijna sprakeloos toen hij de cheque van 8500 euro kreeg overhandigd. Ik ben er stil van. Ik ben stil van dit bedrag waarvoor wij hier zoveel clowns kunnen inzetten in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen. En ja, ik kan een verhaaltje afsteken. Ik heb het gisteren al gedaan in de aflevering. Maar er rest mij één ding om te zeggen. Mensen, wat een fantastische actie. Dank jullie wel. Het totaalbedrag wat naar de Klinieklowns wordt overgemaakt, komt hiermee op ruim 12.000 euro. Zaterdag 26 augustus 2023... vond de 27e historische TT in Vlachtwedde plaats en dat volgens een geheel ander scenario. Een bijna geheel nieuw bestuur en een nieuwe organisatie. Dit jaar is een samenwerking aangegaan met BOT Motorsport, wat staat voor Back on Track Motorsport. Deze organisatie is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging en heeft zich onder andere als doel gesteld om met het organiseren van classic race demonstraties een beeld te geven van de klassieke motorsport in de periode tussen de Tweede Wereldoorlog en begin 90e jaren. Samen met het Midlife Crisis Racing Team hebben ze onder voortreffelijke weersomstandigheden mooie demo races laten zien. Verschillende klasses legden een mooi voorbeeld neer van hoe motorsport ook beleefd kan worden. Groot verschil met de vorige edities van de historische TT zijn de jongere motoren. De meeste van de eerste generaties Japanse motoren. Van Europese bodem was er een zijspancombinatie van het Oost-Duitse merk MZ.
voorop in de middag gedaan. En de IZH is ook voorzien van de kleur zoals we ze ook geproduceerd werden. Op zondagmiddag werd de 29e editie van de Week der Besten afgesloten met de ecoterm Strijd der Besten. Op de Wilhelminastraat werden voor Turks specialiteiten restaurant De Sultan de laatste battles gestreden. Tijdens de Strijd der Besten 2023. Het eerste spel de Rodeo Stier zal zijn. Hier voor de blokken in Top 1 Toys. Ecoterm Strijd der Besten 2023. En dan gaan we beginnen bij 1, terwijl ik aftel. Nienke, ben je er klaar voor? Nee. Oké, helemaal klaar, zegt ze. 3, 2, 1, start! En de tijd loopt ook voor Nienke op standje nummer 1. Kijken hoe lang dat Nienke het vol kan houden op deze rodeo stier. Een wilde stier, dames en heren. Jawel. Oh, kijk eens even aan. Oh, dat gaat goed. Ze houdt zich heel erg goed vast. Oh! Kijk eens even aan. Het gaat goed. Oh, oh! En ze blijft zich vasthouden. En de tijd blijft lopen. En de tijd blijft lopen. Het wordt steeds moeilijker. Ze heeft het heel weer uit los. En ook de Schoolstraat is onderweg. Oh! Maar dat gaat wel best wel een leuke tijd worden, neem ik aan. Oh, hij gaat een beetje scheef. Hij gaat een beetje scheef. Blijf hem aanmoedigen, hè. Blijf. Oh, je weet niet. Oh! En dan ga je straks praten met zo'n hoog stemmetje. Je weet het maar nooit. Maar hij blijft nog weer zitten en hij gaat weer een steentje hoog. Oh! Rodeo stier af hebben. Oh, hij gaat een beetje scheef. Hou je goed vast. Hou je goed vast. Blijf je vasthouden. Oh! Aan de schuin aan de kant, schuin aan de kant. En ik hoop dat ze het volhouden, want het gaat in veel tijd worden. Oh! Ging het goed? Ik kijk even. Ja, is het goed? Ja, ik helemaal van zijn burpo nu, hè. Oh, voor Sonnebiel. Maar hij blijft hangen. Hij blijft hangen aan het touw. Ja, hij is eraf. Even kijken. Lekker, Niels. En je ziet het, hij wordt er zat van die Leo. Patsy Vlatsy, laatste 10 dus hier op de Rodeo Stier VSV 74 met als teamcaptain Jurjan Doornbos. En dat is een verschrikkelijk diehard manager, zeg maar. Zweet erover en punten scoren. Nou ja! Het is alweer een hartstikke leuke tijd geworden. 16 seconden! 16 seconden! Oh! PSV zou je goed moeten zijn, het is een beetje verpakt. Oh, ja! Lekker! Heen en weer. En natuurlijk ook de concentratie van kijk eens hoe deze vier dames geconcentreerd proberen. De tijd gaat hard. We zitten momenteel op een tijd. Goed aan het leven aan hoe het filmpje zit hoor. Hier komt een veel aan geur en actie gezeten. En de wakker natuurlijk uit de studie. Zonnebeeld tegen de Onstwedderweg. Die mogen elke weer twee kandidaten opstellen. Om ook weer natuurlijk een punt te gaan scoren voor de buurtverdeling. Want dat loopt dan als een rode draad door de Week der Besten. Eens even kijken welke straat er vanavond. Ja, 3, 2, 1, start! Ja, de dames zijn gestart. Strijd der Besten Ecoterm 2023. Hey! Ik was er al een klein beetje bang voor. Ik heb er nog een beetje extra energie op de baan.
op dit moment af en toe een beetje harder gaat rijden en een beetje vlakker. Maar het kan van alles gebeuren. Oh, ontvriend! Ja, ik heb het daar heb ik niks aan gezegd. 3, 2, 1, start! En daar gaat hij dan. Volledig over de nacht. Volledig over de nacht, ja. Nou. En daar gaan ze. Volledig over de mat. Kom op! Daar waren we geconcentreerd op dit moment. Oh, nee! Ja. We moeten dan een sterke tussen. En dan wordt een leuke bocht van de mat. Roos als eerst van de mat, dacht ik. Ja. 2, 1, start! En we gaan het proberen om het hoogste af te gaan halen. Het valt nog wat tegen. Blauw heeft gewonnen. Hoogste single in het blauw. Ja. En rood. En het hoofd moet eraf. En daar gaan we weer om een... Rood! Rood de winnaar. En de tijd loopt ook voor deze kandidaten. En de wordt geslagen. En proberen om in die hoofd... Rood is eraf. Blauw is er weer aan. 1-1, start! Ja, je hebt dat hartstikke... Ex-Equo! Ex-Equo! Ja. 3, 2, 1, start! En daar gaan we. Ja. Blauw. Blauw. 3, 2, 1, start! Zo snel mogelijk over de baan. Misschien nog even een verzoek aan de heren bij Leo om ook wat dichter bij de rode mat te komen. Mocht je over de baan vliegen. Roep zo hard mogelijk in de microfoon van Theo je teamnaam. Kom Jonathan, kom op! Volle Huisweg! Dit was duidelijk. Lekker race hier. Ik zie niet zoveel wat er gebeurt, maar het gaat gelijk op, dames en heren. Tussen deze twee teams strijden de mensen 2023. Ze springen hier echt de baan op. Wat voor weer nek en nek? Dames! Kom Marke! 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 Kom! Hey. Let op hier. Kom! Volgens een van de bestuursleden van de Week de Beste was de strijd door de regen een waar waterballet. Toch werden de battles afgewerkt en volgde even na 3 uur de huldiging van alle prijswinnaars. De nummer 3 in deze ecotermstrijd der beste, de Ooster Single Vlinderkamp.
Dames en heren, geef ze een groot applaus. De Oostersingel Vledderkamp. Ja, we maken even een foto, Jan, van de derde plek. En de nummer 2 in deze ecoterm strijd der besten. VSV 74. Wow. Die mogen ook deze kant op komen, richting het podium. En dan gaan we daar ook even bord noemen. Met 40 punten. 40 punten dus. 40 punten. Bosbloemen, oorkonde en een foto. Ook even lachen voor de foto. En met 43 punten op een eerste plek, de Boelmarken! De winnaars van Ecoterm Strijd der Besten 2023. En er werd afscheid genomen van drie bestuursleden van de Week der Besten. Te weten Joyce ten Holt, Jeroen Twikkeler en René Haaier. Een afsluiting van een buitengewoon mooie 29e Week der Besten 2023. Op naar de 30e editie.